Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 18. Ik ben al een tijdje op. Het is inmiddels ook alweer 12 uur volgens mij. Wij hebben zojuist eventjes de dozen bedrukt. Dus bespoten eigenlijk. Deze. En we zijn er echt heel erg tevreden over hoe het is gegaan. Sommige zijn niet helemaal perfect. Maar ja, we zijn heel erg blij met het resultaat. We hadden het eerst buiten gedaan, maar toen waaide van alles weg. Dus toen zijn we in de badkamer verder gegaan met de afzuiger aan. Dus we hebben nu ook hier een handdoek liggen om te voorkomen dat de geur hier binnenkomt. Want oh jeetje, dat is echt niet normaal. Verder hebben we vandaag heel erg veel verkeer op de website van Happy Reads. Dat is echt de eerste keer dat dat gebeurt, dus dat is echt heel erg fijn. We hebben nog geen idee waar het vandaan komt, maar ja. Het is allemaal goed. Dan hebben we ook nog een winactie staan op onze Instagram en Facebook pagina van Happy Reads. En dat is dit boek, Liefdesbang van Hannah Kuppen. Dus mocht je die willen winnen, ik weet niet of de winactie nog is als deze vlog online is. Maar je kan altijd even checken. Het slaat helemaal... Oh ja, mijn handen zijn ook nog helemaal zwart. Het slaat helemaal op mijn adem, die geur. Beetje last van. Maar ja, wat staat er verder nog op de planning vandaag? Ik heb gisteren ook bij jouw marktkraam heb ik 3 dingetjes verkocht. En ik weet inmiddels welke, dus die ga ik eventjes bijmaken binnenkort, denk ik. Verder is jouw marktkraam net weer open gegaan, dus ik ben benieuwd of ik vandaag nog wat verkoop verder. Ik moet de vlog nog even editen van gisteren. En nog een vlog online zetten die iets laat is gekomen. Ja. En dan zie ik wel, Anthony die heeft gisteren aan de puzzel ook nog eventjes gewerkt. Of nou ja, gewerkt. De puzzel een beetje verder gemaakt. Hij is zo ver gekomen. Het is al aardig wat. Ja, ik was er blij mee. Ja. Verder nog wat wasjes draaien en zo. Nou, kortom, een best wel drukke. Productieve zondag voor ons doen. Wij hebben op zondag altijd een niks doen dag. Maar deze zondag is dat anders. Anthony die gaat zo meteen nog eventjes naar iemand toe om zijn oude camera te verkopen en een beetje uit te leggen hoe die allemaal werkt en zo. Dus ja, ik heb wel zin in vandaag. Jongens, ik heb geen idee waar de dag heen is gegaan. Het is ongeveer 17:15. En dit is volgens mij de tweede keer dat ik film vandaag. Gaat goed. Wat hebben wij nou allemaal gedaan? Oh ja, er was een probleempje met ons online betalingssysteem op Happy Reads. Dus dat moesten we even oplossen. Want het was nog niet mogelijk om voor zeg maar Belgische mensen met Belgische banken en dat soort dingen allemaal... om bij ons te bestellen. Dus dat was niet zo handig. Dus dat moesten we oplossen. En dat heeft best wat tijd gekost eigenlijk. Ja. Verder heb ik eventjes lekker getekend. Ik zal hem er even bij pakken. Het is niet perfect. Maar daar doe ik het ook niet voor. Ik doe het gewoon voor om lekker te ontspannen. Even kijken. Dit is de tekening zover. Dit is hem. En ik ga hem binnenkort ook nog eventjes inkleuren. Maar ik weet nog niet precies waarmee. Want ik weet niet. Ik wil het wel graag denk ik met kleurpotloden doen. Maar ik twijfel. Want ik krijg binnenkort meer Copic markers. Dat weet ik al. Onder de kerstboom. Dus misschien dat ik het daarmee wil doen. Dus dat weet ik nog niet precies. En mocht je je afvragen van hey, deze tekeningen heb ik allemaal al een keer gezien. Als je, behalve deze niet. Als je Jojan Tekent volgt op YouTube, dan zie je denk ik deze allemaal ook voorbij komen bij haar. Ik haal bij haar gewoon mijn inspiratie vandaan. En omdat ik niet echt heel goed kan tekenen of er niet veel mee bezig ben, wil ik het gewoon oefenen. En dan is het voor mij makkelijker om zeg maar na te tekenen dan... echt uit mijn hoofd te tekenen, want dat vind ik echt heel erg lastig. Dus ja, er zullen herkenbare dingetjes voorbij komen, ook van andere mensen. En ja, verder doe ik hier niks mee. Ik ga het niet verkopen of zo. Het is gewoon lekker voor mezelf, dus dan
vind ik wel dat het mag en kan. Wat heb ik verder nog gedaan? Ik heb net een vlog online gezet. Vlog 15 volgens mij. En ik ga, nadat ik dit heb opgenomen, ga ik eventjes vlog... Dag 17 volgens mij. Ja, die ga ik dan editen en zo snel mogelijk online zetten. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik vandaag heb gedaan. Wat erg. Ik snap niet waar de tijd heen is gegaan. Ja, om 9 uur naar je bed. Dus, ja, om 9 uur was ik wakker. Ja. Toen hebben we al die tijd gedaan. Ja, we hebben uitgebreid ontbeten. Ja, en ik ben natuurlijk een uurtje of 2 uur weg geweest. Jij bent weg geweest. En toen ben ik dat van de bank en zo ook nog allemaal gaan uitzoeken. Ja, dat heeft heel veel tijd in beslag genomen. Nou, in ieder geval, ik ga proberen nog wat meer te filmen. Want, ik heb nog niks gefilmd vandaag. Wat gaan we nog doen vandaag eigenlijk? Teen Wolf kijken, ja. Misschien nog even puzzelen, ja. Dat is wel leuk om aan jullie te laten zien, denk ik. Ja, dat was het maar weer. Ik ga straks lekker koken nog eventjes, want ik begin wel hongertjes te krijgen, dus dan is het kooktijd. Ik hoop straks jullie nog het een en ander te kunnen laten zien, want dit is ook een beetje saai zo. De vlog af te sluiten. Vanavond hebben we nog even lekker gepuzzeld. We zijn niet heel ver gekomen, maar het was wel weer eventjes fijn om te doen. Daarna zijn we halverwege of zo een film zijn we gaan kijken volgens mij. Hoe heette die nou? Hij was op Net 5. En daarna kwam Best Friend op Net 5. Dat was ook een film. Die hebben we ook gekeken. Of nou ja, ik althans. Anthony heeft nog even gewerkt voor zijn eigen werkdingetjes. Dat was de avond. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden te zien vandaag. Dan zie ik jullie gewoon lekker morgen weer. Doei doei!